In het Alkmaarse gymnasium stonden voor één keer de kinderen voor de klas. Leerlingen van alle takken van onderwijs hielden een tekenwedstrijd op schoolborden. Truusje Boom is op de lagere school die ze bezoekt een van de besten in tekenen. Ze bewees hier dat ze ook voor het bord uitstekend uit de voeten kan. Er bestond voor deze wedstrijd bijzonder veel animo. Een groot aantal deelnemers kwam tot prestaties die u vooral niet moet uitvegen. Toch moest er worden uitgeveegd om volgende artiesten de gelegenheid te geven hun kunnen te tonen. Alleen de hoogst gewaardeerde stukken, zoals dat van Truusje Boom, bleven staan. Sommige deelnemsters brachten de kunst in beeld. Deze vertegenwoordigster van de VGLO-groep vervaardigde in snel tempo het portret van een ballerina. Het kritische jeugdige publiek maakte ook kennis met Anton Roest, een jong talent uit Heilo. In houding en gebaar toonde hij zich al op en top een kunstenaar, maar zijn werkstuk verwierf toch geen bekroning. De organisatoren van deze kindertekenwedstrijd, die werd gehouden onder de naam De Jeugd Exposeert, hebben met hun initiatief veel succes gehad. Dat bleek wel uit de grote belangstelling en uit de overgave waarmee de kinderen te werk gingen. Een stemvork maakte onherroepelijk een einde aan de wedstrijd. Truusje Boom, die winnares werd bij de kleinsten, kreeg evenals de winnaressen uit de oudere groepen een beker mee naar huis.